Hallo en welkom bij mijn piepshow. Hier praat ik elke week met jou over seks, liefde en je lichaam. Heb jij nou een vraag? Laat het me weten, want misschien zoek ik het wel voor je uit. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, doe dat nu. Oké, vandaag hebben we het over Friends with Benefits. Friends with Benefits is wel iets wat ik altijd heel spannend heb gevonden. Ik dacht altijd van, dit is echt ideaal volgens mij. Is dat je dus en vrienden bent en op een gegeven moment dan seksuele dingen met elkaar gaat doen. Alleen toen ik voor het eerst een vriend kreeg met wie ik dan andere dingen wilde doen, was dat om verkeerde motieven. Ik wilde die jongen namelijk heel graag verliefd op mij laten worden, omdat ik verliefd was op hem. En toen dacht ik, als ik dan gewoon zeg dat we gewoon vrienden zijn en we hebben ook gewoon seks, weet je, gewoon geen stress, dat hij dan wel langzamerhand mij ook steeds leuker zou gaan vinden. Dat was mijn plan. Op een gegeven moment kwam het moment waarop we dus seks hadden, maar ook gewoon chillden. We zaten in dezelfde vriendengroep, dat was helemaal top. Alleen ik begon hem steeds leuker te vinden. En hij dacht, fucking chill, het is gewoon prima zoals ik het wil. En hij vond ook op een gegeven moment een ander meisje leuk. En toen dacht ik ook, ja, maar kom op, het vak. Wij zijn toch veel meer dan dat. En hij zei, nee, we zijn friends with benefits. Dat heb je zelf gezegd. Toen dacht ik, oh ja, kut zo. En toen wist ik niet meer zo goed hoe ik mezelf daaruit moest redden. Dat was best wel ongemakkelijk voor mij. Ik heb ook heel veel gehuild zo in die tijd. Ik ben dus op een verkeerde manier een friends with benefits aangegaan. Want ik vond deze jongen echt leuk. En dat is niet de basis voor een friends with benefits. Want je bent vrienden. Dus er zouden geen verplichtingen bij horen te komen. En die gevoelens die kunnen komen als je er maar eerlijk over bent. En dat vond ik heel erg moeilijk. Ik heb daar wel van geleerd. Maar daarna heb ik het gewoon exact hetzelfde nog een keer gedaan. En dat is nu mijn relatie, dus dat is wel heel chill. Anyway, friends with benefits kunnen heel erg leuk zijn. Je kan lol hebben met elkaar en ook nog eens seks aan de andere kant. Maar omdat je nou eenmaal seks hebt, komen er altijd complicaties bij kijken. En daarom is het belangrijk om te weten waar je aan begint. Ik geef jou 3 tips, zodat je gewapend de strijd aan kan gaan. Maar eerst wil ik weten, wat zijn jouw ervaringen met friends with benefits? Hallo. Hallo. Heb jij wel eens een friends with benefits gehad? Ja, zeker. Ja. Ja. Zeker, ja. 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 Ik heb dat 2 keer geprobeerd, maar dat pakte niet heel goed uit. Wat is er leuk aan een friends with benefits? Dat je gewoon seks kan hebben en dat er verder niets bij komt kijken of wat dan ook. Het is wel een uitlaatklep, toch? Eigenlijk was het heel erg vertrouwd. Hoe heb je de persoon gevonden met wie je dat dan wilde gaan doen? Hij was de ex van een goede vriendin van mij. Nou, ik had een relatie. En was gewoon een vriendin van me. Ik raakte gewoon aan de praat met iemand en we hadden wel een goede klik. Ze zei dat ze gewoon graag seks wou en ik wou ook wel extra seks. En we waren allebei niet echt klaar voor iets serieus. Toen hadden we seks en toen dacht ik eigenlijk, oh, dat is best wel leuk. Dus toen hebben we dat vaker gedaan. Zitten er ook nadelen aan? Ik denk het wel als je zeg maar hebt van dat iemand jaloers gaat worden of een van de twee zou meer willen, dan kan dat wel. Je kan nooit, naar mijn mening, heel lang friends with benefits houden totdat er of gevoelens komen of dat er iemand anders komt bij een van de twee. 50% van de mensen tussen de 18 en 29 jaar heeft wel eens een friends with benefits relatie gehad. Dus tip 1, zoek uit of dit wat voor jou is. Voordat je aan een friends with benefits begint, is het goed om te weten of het überhaupt wel iets voor jou is. En daar kom je maar op 1 manier achter. Ik heb namelijk een hele handige truc voor je. De grote benefitslijst. Wat je doet, je schrijft alle voor- en alle nadelen op. En deze ga je een cijfer geven, 1 tot en met 10. En deze heb ik zelf opgeschreven. Het is natuurlijk voor iedereen verschillend. Het is aan jou de taak om een eigen lijstje te maken en deze te gaan ranken. Uiteindelijk tellen we alle cijfers bij elkaar op. En het bord wat het grootste getal heeft, vind je belangrijker. Dus laten we maar snel beginnen bij de voordelen. Seks. Hoe belangrijk vind ik seks? Ik vind seks een 7. Vrijheid vind ik heel belangrijk. Vrijheid geef ik een 9. Experimenteren. Ik vind experimenteren wel leuk. Ik vind experimenteren wel belangrijk. Maar niet zo belangrijk als seks, dus ik geef het een 6. Minder verwachtingen daarentegen vind ik echt wel een heel groot voordeel van Friends with Benefits en best wel belangrijk. Dus die geef ik een 8. Door naar de nadelen. Het kost tijd. Hoe erg vind ik dat? Hoe belangrijk vind ik het dat een Friends with Benefits relatie tijd kost? Je moet namelijk wel investeren. Vind ik dat erg? Nee. Eigenlijk vind ik dat helemaal niet erg.
Dus die geef ik een 9. Gevoelens. Hoe belangrijk vind ik dat gevoelens misschien in het spel gaan komen? Ik vind het toch niet zo heel erg belangrijk. Dus ik geef het een 6. Vriendschap kapot. Ja, dat is wel echt een ding, hè. Als je eenmaal die Friends with Benefits aangaat, kan het zo zijn dat je niet meer dezelfde vriendschap terugkrijgt als die je had. Dat vind ik best wel belangrijk. Dus die geef ik, doe ik toch weer een 8. We gaan door naar je bouwt niks op. Hoe belangrijk vind ik dat? Ja, je bouwt natuurlijk wel een soort van intimiteit met elkaar op. Maar het is geen langdurige relatie die je aan kan gaan met elkaar. Want een Friends with Benefits stopt op een gegeven moment gewoon. Je bouwt dus eigenlijk niks op met z'n tweeën. Vind ik dat belangrijk? Nee, dat vind ik totaal niet belangrijk. Dus dat geef ik een 5. Dames en heren, we hebben een winnaar. De nadelen waren heel erg goed op weg, maar met 28 punten moesten ze toch het onderspit delven tegenover de winnaar van vandaag, de voordelen. Ik vond deze toch net wat belangrijker en dus is het voor mij tijd voor een Friends with Benefits. In het begin is dat natuurlijk hartstikke leuk. Ja. Op een gegeven moment moet je misschien ook wat regels gaan opstellen. We hebben geen afspraken gemaakt en dat is juist zo onhandig eigenlijk. Ja, ja, we hadden op het begin eigenlijk de regel opgesteld van ja, we gaan niet bij elkaar slapen en zo. Want dan zit je in een grijs gebied en dan weet je echt helemaal niet wat je kan verwachten en wat je mag doen en wat je niet mag doen. Maar dat hadden we echt direct verbroken. Als het Friends with Benefits is, dan zoen ik niet. Nou, het is gewoon, je gaat daten met iemand en dan van tevoren stel je denk ik regels van wat je nou precies wil, waar je naar op zoek bent. Nou, misschien überhaupt een afspraak maken over wat nou precies het idee is wat we gaan doen. Mm-hmm. Want dat had ik bij beide eigenlijk niet. Niet zo handig, ook niet voor jezelf. Wat vind jij fijn en wat vind je niet fijn? Geen onbeschermde seks met andere mensen. Vrienden leuk, seks leuk, maar niets meer. Doen we het nou ook met anderen of wat is het nou eigenlijk? Sowieso zorgen dat je altijd eerlijk tegen elkaar bent. Het begrip Friends with Benefits is helemaal van nu. Helemaal 2020, je bent helemaal bij de tijd. Lekker bezig. En dat komt omdat we allemaal wat egoïstischer zijn geworden. We plaatsen onszelf voor de ander. Je eigen genot staat op nummer 1. En daar horen casual relaties bij. Maar wel belangrijk is om afspraken te maken. Tip 2. Afspraken maken is heel erg belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan, gaan jullie bij elkaar slapen? Hou je het geheim of niet? Vertel je het al aan je vrienden of wil je het liever voor jezelf houden? Hebben jullie een date van tevoren of gaan jullie gewoon chillen? Al deze dingen zijn goed om te bespreken van tevoren. Het is namelijk onvermijdelijk dat er iets gaat veranderen wanneer je een Friends with Benefits relatie aangaat. Dat komt door het volgende. Als je seks hebt met elkaar, wordt na de seks het stofje oxytocine aangemaakt. Die oxytocine heet ook wel het hechtingshormoon. En dat zorgt ervoor dat je je verbonden voelt met elkaar. Stel je voor, jij bent blauw en je partner is geel. Wanneer jullie seks hebben, wordt dat stofje dus aangemaakt. En dat betekent eigenlijk dat jullie verbonden zullen zijn. Oeh! En nu is het groen. Doordat je seks hebt gehad, is er een nieuwe verbinding ontstaan. Net zoals dat geel en blauw groen zijn geworden. Deze verbinding kan je niet ongedaan maken, want die is er nou eenmaal. Net als dat ik van deze kleuren niet meer blauw en geel ga krijgen. En dus is het goed om je te beseffen dat als je seks hebt met elkaar, dat er sowieso een verbintenis ontstaat. En daar kunnen dan ook gevoelens bij komen kijken. Het kan zijn dat je op een gegeven moment gewoon wel weer prima je eigen leven gaat leiden. Maar toch is het belangrijk om je er bewust van te zijn. Want het is gewoon iets wat gebeurt. Het is altijd goed om te blijven communiceren, mochten je gevoelens veranderen binnen de Friends with Benefits relatie. En als dit zo is, geef dit aan. Mocht een van jullie dan gevoelens krijgen, dan is het belangrijk dat je de ander niet gaat veroordelen. Het is gewoon puur natuur. En kan je dan nog vrienden zijn? Het kan wel. Ik denk wel dat het kan, zolang je eerlijk bent. Omdat buiten dat je seks hebt met elkaar, ben je ook gewoon bevriend. Weet je. Dus je kan het ook gewoon hebben over dingen. Vrienden van mij hebben het wel gedaan. Die zijn gewoon nu nog steeds echt cool en gewoon fijn met elkaar. Ja, tuurlijk. Ja, ik ben gewoon nog een vriend met haar. Ja, ik spreek sommigen van u nog wel hoor, maar dat zijn nu echt wel kennissen geworden in plaats van een echt vrienden. Oh jeetje. Op welke manier eindigt een Friends with Benefits? Of een van de twee krijgt gevoelens. En dan, ja, verneuk het. Of de ander vindt een partner. En dan heb je eigenlijk geen vriend of vriendin meer. En ja, heb je ook geen seks meer met die persoon. Of die wordt tegen elkaar gelogen en er komt gezeik uit. Wat is jouw tip voor Friends with Benefits? Spreek dingen af. Als je erin rolt, prima, leuk. Maar heb het er eerst even over. Altijd eerlijk tegen elkaar blijven. Wees eerlijk. Wees altijd eerlijk en goed in je communicatie. Altijd bespreken en gewoon open zijn. Dat contract moet er komen. Zeker. En ondertekenen zul je. Wil jij hier ook in het luik staan? Dat kan. Ga naar de link in de beschrijving van deze video. Meld je aan. En wij gaan door naar de laatste tip. Een Friends with Benefits relatie komt niet zonder risico's.
Het kan van het ene op het andere moment over zijn. Dat komt omdat jullie geen relatie hebben. En daarom tip 3, besef je dat je Friends with Benefits ooit stopt. Aan een Friends with Benefits relatie komt ooit een einde. En dus presenteer ik u The Endgame. Er zijn 3 verschillende mogelijkheden. Vrienden, geen vrienden of een relatie. En dat is aan jullie. Let's start the game. Bing, bing, ding, 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 ding. Ah, geen vrienden. Helaas pindakaas. De koek was op. Jullie hebben geen zin meer in elkaar. En zelfs zo erg dat jullie zelfs geen vrienden meer willen zijn. Heel erg vervelend, maar wel realistisch. Want maar liefst 44% van de Friends with Benefits eindigt zonder vriendschap. Bing, 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 bing. Oehoe, vrienden. Oh my god. Wat fijn, want ondanks dat jullie seksuele relatie stopt, blijven jullie wel vrienden en dus ga je eigenlijk terug naar de situatie zoals die was. Best een gunstige uitkomst, maar liefst 35% van de Friends with Benefits blijft vrienden. Nou ja zeg, een relatie, wat fijn. Ja, jullie konden blijkbaar geen genoeg van elkaar krijgen en dat is helemaal oké. Jullie hebben het licht gezien en willen meer van elkaar. 21% van de Friends with Benefits eindigt in een relatie, dus dat is wel minste kans. Maar wel een hele leuke. Dit is dus de onvermijdelijke endgame. Je gaat sowieso in 1 van deze 3 hokjes terechtkomen. Wat belangrijk is, is om zo vroeg mogelijk aan te geven hoe je je voelt. Voel je je meer vriendschappelijk? Heb je eigenlijk helemaal geen zin meer in de persoon? Of ben je stiekem verliefd? Deel dat dan met de ander. Want alleen op die manier kun je eerlijk en open naar elkaar zijn. Zo raak je ook minder teleurgesteld. En dat is wel zo fijn, aangezien 44% geen contact meer heeft. Maar goed, we wagen het nog een keertje. Oh, oh. Vond je dit nou een leuke video? Like hem dan. En vergeet ook niet te abonneren. Weet je, oké. Part. Hallo. Wat? Dus omdat jij nu uit de kroeg komt en je hebt zin in seks, bel je mij? Bart, dit gaat over Friends with Benefits. Wij zijn geen vrienden. Ik ben toch je neukertje niet? Denk je dat ik slep ben of zo? Denk je dat ik zomaar met jou naar bed ga? Nee, dat gaan we niet doen. Nee, ik heb je al 100 keer gezegd dat dat geen moment is om me te bellen nu.